Roko mandi herdag. Drink dressi waktisiki. En live online sport challenge. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Een leefbaar salaris, betere werkomstandigheden en werkuren staan centraal op 1 mei Rokomandé. Op Dag van de Arbeid vieren wij dat hardwerkende mensen lang geleden hebben gestreden voor betere werkomstandigheden. Elk jaar op 1 mei wordt er stilgestaan om het feit dat arbeiders steeds meer rechten krijgen en beter behandeld worden. Tegenwoordig werken mensen over het algemeen 8 uur per dag. Vroeger was dat anders. Toen werkten arbeiders veel meer uren in de fabrieken. Dit werd zo erg dat arbeiders in opstand kwamen. Na lang strijden werd op 1 mei 1886 de 8-urige werkdag ingevoerd. Daarom vieren wij elk jaar op 1 mei Dag van de Arbeid. Niet alleen in Suriname wordt Dag van de Arbeid gevierd. In veel landen wordt het gevierd op verschillende manieren. In Athene bijvoorbeeld, een stad in Griekenland, voeren de mensen acties op afstand van elkaar en met mondkapjes. In bepaalde landen is het niet alleen een nationale vrije dag, maar ook een protestdag, om mensen eraan te herinneren dat er tot de dag van vandaag arbeiders zijn die onder slechte omstandigheden werken en geen leefbaar salaris krijgen. In een aantal van die landen is het net als in Suriname een nationale vrije dag. Aan alle hardwerkende en toekomstige flinke arbeiders, Wang Switi Rokomandé aan jullie allemaal. Drink Dressi Waktisiki. Dat is de naam van een bijzondere operatie van de overheid. De belangrijkste reden van deze operatie is verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Een totale lockdown wordt het genoemd. Op zeker 20 plekken zijn er controleposten dwars door Suriname van oost, west en zuid. De posten zullen voorkomen bij onder andere Langatabiki Burnside, Galibi en Eroarte. Deze zullen bemand worden door politie en militairen. Zij zullen vragen waar men vandaan komt en hun temperatuur opmeten. De grensrivieren, het Tapanahoni en Lawa gebied, zijn dicht en niemand mag de oversteek maken. Ook de Scallians zullen tot 10 mei aangemeerd moeten blijven. In het Tapanahoni-Lawa gebied wonen mensen die als het om eten gaat veel van hun eigen kostgrondjes halen. Door de lockdown is vrij bewegen en lange reizen maken niet mogelijk. De overheid heeft dit probleem herkend en laat weten dat met toestemming van het traditioneel gezag en de veiligheidsdiensten spoedgevallen wel doorgelaten zullen worden. Maar om de maatregelen lichter te maken voor deze mensen, zal de overheid in het weekend hun voorzien van voedselpakketten. Mensen uit de gebieden die COVID-19 symptomen vertonen, zullen naar de stad vervoerd worden aangezien alleen daar de definitieve test uitgevoerd kan worden. Maar tot nu toe is iedereen die getest is, negatief. En via de 5 klinieken in de grensgebieden wordt er samengewerkt met de Frans-Guyanese overheid. Als de uitzending van het 10 minuten jeugdjournaal is afgelopen, kan je nog voor enkele minuten meedoen met de live online sport challenge op ATV, kanaal 12.2 en op Facebook. Normaal is er op 1 mei altijd een trimloop, maar in verband met corona gaat dit niet door en heeft Telesuur iets anders bedacht. Je tv aan. Of via Facebook kan je lekker swingen en meebewegen met de sportclub Go Chapeau. De club die staat voor Shaking Power verzorgt intensieve workout met soms simpele dansmoves. Go Chapeau is een workout van 1 uur. Wij gaan tijdens de workout bewegen op muziek, daarbij doen we staande oefeningen, we doen een warming up, we doen buikspieroefeningen, dus eigenlijk core training noemen we dat. En vervolgens hebben we een cooldown. Deze online sport challenge is ontstaan doordat een van de grote evenementen in Suriname, de Telesuur 1 mei wandel- en trimloop, is afgelast. Vanwege de situatie rond het coronavirus mag er geen samenscholing zijn met meer dan 10 mensen en een ieder moet 2 meter afstand houden van elkaar. Dit alles wordt gedaan om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dit jaar kan dat niet vanwege de COVID-situatie.
Telesuur heeft ons daarom gevraagd een workout te organiseren. Deze workout zal live te volgen zijn via kanaal 12.2 van ATV en via de Facebookpagina van Telesuur. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen meedoen met de Sport Challenge. Voor de organisatie is het doel dat veel mensen zoveel mogelijk tegelijkertijd bewegen. Dat is gewoon om één in shape te blijven en dat wil zeggen conditie behouden, maar ook ons lichaam heeft dat nodig. Bewegen, slapen en een goed eten, dat zijn alle drie onderdelen om een gezond lichaam te hebben. Ook heeft de organisatie Facebook-volgers in de gelegenheid gesteld om 15 seconden video van hoe zij deelnemen aan het evenement te plaatsen in een comment section. In elke uitzending praten wij jou bij met nieuws over het coronavirus uit onze eigen land en in de rest van de wereld. En verder herhalen we de mooie verhalen die we het afgelopen jaar hebben uitgezonden. De herhaling van vandaag gaat over een jonge kunstenaar. Ik weet niet wat vanaf het begin me heeft geïnspireerd, maar gaandeweg weet ik dat wel. Want vanaf het begin, dat was way back dat ik gewoon begon met tekenen, vroeg op stand. Ik weet niet echt precies wanneer het begon, maar wat me allemaal zodoende heeft geïnspireerd is gewoon andere grote klassieke kunstmeesters, de natuur, ja, pracht van de natuur, bloesems, bomen en al. Beelden van mijn dromen die ik dus onthoud en biologie en scheikunde. Ik ben Kiesje Granoost, ik ben 17 jaar oud en ik doe aan kunst. Mijn hele leven lang ben ik bezig met kunst, als het nou tekenen is, schrijven of andere dergelijke dingen. Ja. En van wat voor soort kunststijl hou je het meest? Surrealisme. En wat is surrealisme? Surrealisme is realistische beelden, maar toch met een touch van fictie erin. Wel, die beelden waren zo intrigerend dat ik dacht van, ja, ik ga het weer hermaken, maar dan toch ietsjes anders met mijn eigen mening daarover. En je zei de natuur, biologie, scheikunde, alles, is dat alles inspireert je? Denk je dat ze losstaan van elkaar? Of? Wel, scheikunde, alles is opgebouwd door uit moleculen. En dat probeer ik ook weer naar voren te halen door hele kleine deeltjes aan te geven. En in vorm van bloesems binnen mijn tekeningen zelf. En dat beeldt ook weer de natuur uit. En ik zei anatomie, wel, de mensen komen er ook in voor, van tijd tot tijd. Gewoon om de pracht van de vorm zelf. En waarom ik dat alles bij elkaar voeg, is gewoon om de pracht te wijzen van gewoon het levende. En je hebt nu als 17-jarige je eerste expositie gehad. Ja. Wat vond je ervan? Wat was de ervaring? Het was sowieso nieuw. Het is nooit gedaan. Het staat er niet echt onbekend dat iemand in zijn eentje gewoon een expo zou houden. En al die mensen verrasten me ook dat er zoveel mensen waren, zo'n drukte. En ik vond het best wel fijn, want er waren positieve reacties natuurlijk. Na deze expositie op het gebied van kunst wil ik verder studeren in Nederland bij een kunstacademie Artes. Wel, sowieso zou ik een paar werken verkopen waar ik niet echt meer zo'n hechting aan heb. Andere zou ik dan gewoon voor mezelf houden om te laten wijzen aan anderen, dus in een soort van museum. Of gebruiken als illustraties voor boeken. Ik schrijf ook boeken, zijn fictieboeken met fantasie, maar toch wel realistische aspecten van
de werkelijkheid die er dan in voorkomen. Waarom fictie? Het past gewoon bij het geheel van mijn wereld van kunst, om het daarin weer te laten voorkomen. Mijn boodschap aan jongeren, ze hoeven niet gelijk zich bezig te houden met exposure, dat mensen hoeven te weten dat ze zo goed werken. Het is eerder voor hunzelf, om hunzelf te leren kennen, want het is ontstaan, hun kunst, uit hun eigen emoties, wat ze leggen op papier. Dus het is eerder een soort van therapie. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken. Sri Bishwiti. Fijn weekend. Doei doei.